Voor veel ploegen zit het seizoen er al op, maar voor enkele ploegen is er nog het vertroede toetje van de competitie. De NOC-competitie ging afgelopen weekend van start. In de regio Romein is tweede klasser SHH nog niet zeker van klasse behoud. Op 29 mei, 2 en 5 juni speelt SHH tegen de winnaars van Geleen Zuid SVME en SCM tegen Hoensbroek. Ploegen uit Zuid-Limburg dus, en die moet SHH gaan verslaan om in de tweede klasse te blijven. In de vierde klasse leep Sportclub Leeuwen het kampioenschap mis. Budel werden door kampioen, nadat Leeuwen het grootste gedeelte van het seizoen aan kop had gestaan. Die teleurstelling moest verwerkt worden, want in de NOC-competitie moest Leeuwen aan de bak tegen FC Ria. Nadat afgelopen weekend de uitwedstrijd in een gelijk spel was geëindigd, werd het donderdagavond de return gespeeld in Leeuwen. In de tweede helft kwam Leeuwen op voorsprong. Het doelpunt werd gemaakt door Samir Nielsen. Daarna duurde het lang voordat er weer een treffer zou vallen. Beide ploegen kregen nog een aantal kansen, maar het was toch met name Toesclub Leeuwen die echt voor gevaar zorgde. Met name Jeffrey Sprenger bleef in de tweede helft onvermoeibaar doorgaan. Hij had een paar keer pech, dat zien Rusjes niet tot een doelpunt leiden. De balcontrole was er op een gegeven moment bij Amin El Malmouni en hij scoort de 2-0 voor Leeuwen. En omdat we dan al wiet in de tweede helft zoten, zou dat wel eens de beslissende treffer kunnen zijn. Maar weer zo'n lange rush van Sprenger was het Johnny Berhen die de 3-0 binnenschoot. En dus is Leeuwen weer een ronde verder in de NOC-competitie. En dat betekent dat ze nu al heel dun bij een derde klasse komen. Er is nog één tegenstander die in twee wedstrijden verslagen moet worden. En dat is de fusieclub Vlodrop-Postert. Dat is in een derde klasse en zien moet de degradatie voorkomen. Het zal niet de makkelijkste tegenstander worden, weet ook spits Johnny Berhen van Leeuwen. Goed, de eerste hoorde is genomen. Hè? De twee wedstrijden, zware wedstrijden, maar dat is gelukkig. Ja, gelukkig wel. Ja. Het was vrij moeilijk eerst zelf. Tweede helft hebben we weer toch meer de overhand. Gelukkig gewoon de kansen erin. Eén ging wie de over. Dus daar stuit het ermee flink op. En dan ging ze toch twijfelen. En dan, ja, wie is er de derde bal? Ja, dan denk ze alles of niks. En dan maar door en net. Ik ben blij dat het afgelopen is. Ja, zware wedstrijd geweest. Ja, voor mij ook. Het is nu toch ook wel 35 jaar, dus weer de NOC-competitie. Ik weet niet hoeveel ik er al heb gespeeld, maar gelukkig hebben we gewonnen. Nu nog twee finales en dan hopen dat we doorkomen. Ja, ja, precies. En de tegenstander is al bekend, hè? Je weet dat gaat tegen Wim Kamot. Postrol, ja, leuk. Weer een ploeg van hier in de buurt. Het is een leuke derby. Ik hoop op veel, ja. Misschien veel toeschouwers en dat. En een ploeg die niet wil degraderen, hoor. Nee, dus Postel is toch al een ploeg die wat vechtersbaasjes erin had. Dus we hebben het nooit makkelijk tegen gehad eigenlijk. Ja, je durft er nog niet op in te zetten op deze wedstrijd. Nee, maar ja, dat is toch daar weer anders. Hè. Dus je weet, die jongens Ria, ja, we hebben het goed gedaan, maar... Ja, en zeggen zelf over, we mogen niet klagen. We hebben een leuk seizoen gehad, dus het is alleen maar metgenomen allemaal. Aanveer, ja, het toch wel 10 punten voor gestangen. Dus dat was ook wel even balen, dus de laatste wedstrijden. Ja, je kunt het goed maken nu, hè? Ja, ik hoop het. Dat we doen. Veel succes. Ja, dankjewel. Een van de opvallendste ploegen in die NOC-competitie is vierde klasser Belveldia. De ploeg sting lange tijd op een plek die degradatie naar de vierde klasse zou betekenen. Maar door een overweldigende eindspurt pakte de ploeg Nederlijn klassebehoud, maar ook de derde periode. En dus speelt de ploeg gewoon non-competitie. Maar nu niet voor degradatie, maar voor promotie. Heel opmerkelijk, vindt ook de scheidende trainer Ricardo Wassenberg. Ja,
Ricardo, een half jaar geleden sprak ik tegen volgens mij voor het laatste en toen stond het er nog heel lang als voor. Wat kan een seizoen eraan lopen eigenlijk? Ja, dat kan ze wel zeggen inderdaad. Als Kieks nou 8 wedstrijden stingen we van 1 punt. De winststop stingen we nog steeds stief bovenaan. En goed door de winststop voor ons gewoon geleidelijk aan omhoog wijten te klimmen. En wat het geresulteerd in deze knock-up dit jaar. Is er eigenlijk een omslag geweest op een gegeven moment of is dat echt zoals ze zei geleidelijk? Ja, dat is meer eigenlijk geleidelijk geweest. Het is niet van vandaag en morgen, dat is natuurlijk ook een heel proces. Ontzettend veel sessies gehad, we hebben natuurlijk veel met elkaar gesproken. Nou goed, in de winterstop is natuurlijk 2 versterkingen erbij met onze Pool en onze Spanjaard, zal ik het zo zeggen. Nou goed, dat is natuurlijk ook een positieve stimulans geweest. Hoe het allemaal al, denk ik, dat, ja, goed, met elkaar de puntjes op de i's in blijven zitten en langzaam ook een vertrouwen terug hebben gekregen. Dat resulteert nu in een promotiewedstrijd. Ja. Ja, de hele seizoen liggen erop dat je tegen degradatie moet knokken. Nu kind seizoen maar naar de derde klasse. Ja, dat is heel raar. Ook afgelopen zondag. Ja, goed, dat was natuurlijk geest voor die 3 goals verschil. Daar gingen we echt voor. En in de hoop dat ze hier gelijk spelen of verliezen Bever dan. Nou ja, goed, dat ze dan nog gelijk spelen, dat nemen ze gedacht. En ik moet zeggen, ja, goed, dat is een heel apart sfeertje. Daar is heel joh, bus bezig met een degradatie te kieken. En dan moest een zoveel promotie. Maar goed, de switch hebben we zeker gemaakt afgelopen week. En heb je daar dan nog even gevierd voor gewerkt, die derde periode titel? Als toch nog een priestje pakken? Ja, goed. 1 pils extra hebben we zeker opgepakt, joh. Hoe ga je ze volgend jaar? Nee, even niks. Ik heb geen club. Dus voor ons nog zit op een zondag frio. Na een 1-1 gelijk spel bij geveld tegen Bavos ging de ploeg op bezoek in Brabant echter ongeroet. Wel Veldia verloor met 3-0. En dus eindigde het no-competitieavontuur al na 2 wedstrijden en bleef Bel Veldia gewoon 4e klasser. En voor trainer Ricardo Wassenberg zit de klus er dus op dit seizoen. Hij kan op zoek naar een nieuwe uitdaging. Klassegenoot Ruiver moet nog strijden om in die 4e klasse te blijven. Nadat op eigen veld met 0-0 gelijk gespeeld werden tegen VOW, werden de uitwedstrijd met ruime cijfers verloren. Het werden 4-0. En dat betekent dat Ruiver nu nog maar 1 kans heeft om 4e klasse te blijven. In 2 wedstrijden mocht de ploeg in de herkansing tegen Resia. En alleen als Ruiver ook in 2 wedstrijden tegen deze tegenstander de mindere is, dan degradeert de ploeg naar de 5e klasse. Wij hebben dan nog meer in de race voor promotie. Sint-Odiliënberg speelt dit weekend en volgende week tegen Doenrade om een plek in de 4e klasse. Rio Zoetecht mogen proberen tegen HBC 09, eveneens in 2 wedstrijden. Komende maandagavond meer sport hier bij TV11. SHH, de voetbalclub van Herten, bestaat 75 jaar. Op zo'n moment geeft ze natuurlijk eens terugblikken naar een aantal hoogtepunten uit de clubhistorie. Een van die hoogtepunten was de promotie van de traditioneel 5e klasser SHH naar de 4e klasse. Het is inmiddels bijna 20 jaar geleden dat SHH dat huzarenstukje flikte. Let op, komt de eerste. De spelers van toen zijn natuurlijk niet meer de spelers van nu. Die zijn bijvoorbeeld druk bezig, als directeur van Wouwdeal bijvoorbeeld, of als commercieel directeur van VVV Venlo. Sommige spelers voetballen al jaren niet meer. Behalve dan afgelopen zaterdag, want de roemruchte promotiewedstrijd tegen Beegde van bijna 20 jaar geleden werden door dezelfde spelers van toen nog een keer overgespeeld. De SHH en Beegde die hebben in seizoen 97-98 een verbeterde titelstrijd geleverd. Alleen Crescentia ging op het laatst met eerstrijken. En toen mochten Beegde en SHH om de promotie voetballen in de no-competitie. Dit werd vandaag nog een keer overgedaan. De vorige keer het Hert gewonnen. En wie hem vandaag wint zal wel het minder belangrijk zijn, maar dat is wel leuk natuurlijk. De CV Starmans is ook in Zwitserland, dus dan is het even lastiger. Maar goed, dat is er ook. Dus, Ja, ik kom van Zwitserland. 670 kilometer. En waar duist u in Zwitserland? We wonen sinds 12 jaar en werken als fysio. Oké, dan ben je ooit terechtgekomen dus. Ja, 12 jaar geleden gegaan en een vrouw in Zwitserland getrouwd. 2 kinderen, bevalt me goed. En nu kom ik voetballen met die jongens. Ja, dat is even weer terug in het item nu. Het is lekker. Dit is good old SH, is dit. Ja, heel lekker. Hoe lang is het voordat ze tegen de bal hebben getrapt? Of is dat nog wel een? Ik ben dinsdag even geoefend, een uurtje. Maar van laatst 2 jaar geleden. En toen geopereerd, knieblessure. Maar nu ben ik weer fit, dus we gaan het zien dadelijk.
was altijd een vleugelspeler volgens mij, wat ik me kan herinneren. Ben je dat van alweer nog? Nee, ik was destijds, in deze wedstrijd was ik rechtshalf, dus buitenspeler. En nu speel ik als mid-mid. En dat was mijn latere positie met Joep op middenveld. IJzersterk duo. Nou, de wedstrijd zelf was echt geweldig. Want spektakel van de eerste tot de laatste minuut. Ook voor de neutrale toeschouwer. En ja, kijk ze puur objectief naar waar het SCH intussen heeft gepresteerd. Ja, nu sinds de tweede klasse. En toen ging het om promotie naar de vierde klasse. Dus dat is wel een verschil. Wat niet wegneemt dat het team dat er toen sting. Ja, daar zaten ook gigantisch goede voetballers in. En zelf een topscorer volgens mij. Een topscorer, ja, Jacques Echtman. Die is 10 jaar lang topscorer van SCH geweest. Ik heb begrepen nog altijd de topscorer van SCH. Zal ooit een stuk voorbij gaan? Ik denk het niet. Nee, dat zal wel niet meer gebeuren, denk ik inderdaad. Nee. Dat zijn wel erg veel geworden wat ze moeten maken dan. Hè. Het zal enorm moeilijk worden voor Emus om dat nog ooit te evenaren. Want volgens mij heet er dan, moet ik even nadenken. Het volgens mij gaat meer dan 300 wedstrijden in SH1 gevoetbald. En door heeft er volgens mij 154 keren gescoord. Ik ben een aantal jaren geleden gestopt. Ik doe wel nog 7 tegen 7. Gaat lullen voetballen, maar verder doe ik eigenlijk niks meer. Ja, een jeugdtrainer van de kleine voor mij. Dat is weer de volgende generatie. Dat is de volgende wat ik inderdaad, ja. Maar dat doe ik nog even, hè. SH bestaat nu 74 jaar. We spelen redelijk hoog, hè, in de tweede klasse. Dus ja, dan ga je het niet meer stiggen halen. Nee, maar ik verwacht ook niet. Kijk, als er nu in de spits staat wat het geworden maakt, is ook zo weg. Hè. Dus dat zal niet meer gebeuren, denk ik. Nee. Als een clubman weer stiggen en herdaneren, die vindt ze nog maar weinig. Zoals maar weinig van je dingen, inderdaad. Nee. Vanavond, is er een paar maken, denk ja, ik zie hun, die tegenstrijd zich fanatiek het roer. Dus je hebt meer gedaan, denk ik. En die willen zich revancheren, want wat was toen voor een wedstrijd en wie eindigde er eigenlijk? Wel dingen, ze hebben gewonnen toen met 4-1 en 4-2, dat weet ik even niet meer zeker. Ja, hun waren toen wel favoriet, die zongen hoger in de competitie. Maar we kwamen vrij snel op 1-0, of nu 4-1 en 4-2, dat durf ik niet meer te zeggen. En zelf gescoord, dat wedstrijd? Dat zonder meer, dat weet ik wel, joh. Nee, dat weet ik wel, joh. Okay, dat gaat hoog te haaien vandaag. Ja, nogmaals, seks is een fanatiek roe, dus... Maar we gaan het wel proberen natuurlijk, ja. Nou ja, goed, er zijn er een aantal die hebben zichtbaar meer kilo's mee te dragen. Maar sommige anderen zijn nog aardig fit, zo te zien. Zo, veel tegen? Veel toch wel even tegen, hè. Ja, als je dat maar gewend was, dan... Maar ja, het is toch wel even lekker als je weer op het veld steeds. Ja, is dat lang geleden? Ja, dat is denk ik al een jaar of 10 geleden. Toch al, hè? Ja, toch al. Dus het gaat mitspelen. Je bent zelf natuurlijk wel nog actief in de voetballerie, maar dan een heel langere functie natuurlijk. Hè? Maar wie gaat het eigenlijk om, hè? Ballen stoppen? Ja, ik kijk er altijd naar. Dan ziet het toch allemaal gemakkelijker uit. Maar ze er zelf steeds is het toch wel wat lastiger. Ja. Maar het is wel heel leuk met die jongens samen. En ja, als we op dat veld steeds, dan is het eigenlijk ook weer heel vertrouwd. Want dat hebben ze het jaren gedaan, hè? En ook in dat eerste van SCH. Kent ze zich de wedstrijd van toen nog herinneren? Ja, dat kan ik nog goed herinneren. Ja. Er zat een hele hoop spanning op. We speelden ook erg goed. Maar we hadden toen echt een goede elftal. We waren echt een team, vriendenteam. En ja, dat feest dan nog, dat wordt Pieke V. Hendricks en in de beurs. En dat hadden we straks nog even van. Dat wordt toch leuk. Dat vergeet ze ook nooit meer. Dan ging ze van de vijfde naar de vierde klasse. En dat was voor SCH toen al een heel prestatie. Ja, dat wordt historisch voor SCH. En nee, we hebben er echt van genoten toen. Dus zullen we straks nog wel even een pilsje dat we even hebben. We gaan beginnen. Veel succes. Dank je. En dat SCH het nog altijd niet verleerd was, dat bleek al snel in die eerste helft. Xavier Starmans met de opening op de zijkant. Daar staat de goalgetter, Jacques Echtman, met de voorzet. En daar is de treffer, 1-0 voor SCH. Dankzij een treffer van Goedold Johan van Herten. Hij zou nog een keer scoren en Paul Walenberg zou er uiteindelijk 3-1 van maken. Herten wint dus ook 20 jaar later nog steeds van Beegde.